In deze webles ga ik de wetten van Kirchhoff gebruiken om een praktisch probleem op te lossen. En het probleem is als volgt. Ik heb twee lampjes, lampje 1 en lampje 2. Die wil ik beide in één schakeling zetten. Eh, zodat beide lampjes goed branden. Dus lampje 1 moet dan branden met een spanning van 10 volt en een stroomsterkte van 2 ampère. En lampje 2 5 volt en een half ampère. Om dat voor elkaar te krijgen mag ik één extra weerstand erin zetten. En eh, ik ga eens kijken of ik kan achterhalen hoe groot de waarde van die weerstand dan moet zijn. Om dit goed te kunnen heb je de kennis nodig van de wetten van Kirchhoff en ook de kennis van de afgeleide verbanden die gelden voor een serieschakeling en voor een parallelschakeling. Hier zie je nog eens uh, al die verbanden en wetten bij elkaar staan. Als dit nu nog niet helemaal duidelijk voor je is, dan zou ik je willen aanraden om een ander filmpje van mij eerst te kijken voordat je verder gaat met dit filmpje. En dat is de theorie van de wetten van Kierhoff, waarbij ik dus aan de hand van de twee wetten van Kierhoff de zes vergelijkingen eronder ga afleiden. Ik ga verder met mijn opdracht. Ik wil dus die twee lampjes laten branden en ik weet eigenlijk niets over hoe de schakeling eruit moet zien. En laat ik gewoon eens iets proberen. Laat ik gaan proberen om beide lampjes in serie te zetten van, eh, ten opzichte van elkaar. En dan zie ik al meteen dat ik een probleem heb. Want door lampje 1 gaat 2 ampère. Door lampje 2 mag maar een half ampère. Dus eh, ik kan die eh, twee lampjes niet direct aan elkaar zetten. Want in een serieschakeling is de stroomsterkte overal altijd even groot. Dus ik moet hier een paralleltak in zetten, een paralleltak zodat er geldt. Dat de stroomsterkte door lampje 1 gelijk is aan de stroomsterkte door lampje 2 plus de sterkte door de paralleltak. Nou, dat kan ik natuurlijk doen door die weerstand in die paralleltak te zetten, zoals je hier in het plaatje ziet. Kan ik nu ook achterhalen hoe groot de stroomsterkte is die door die weerstand loopt? Dan moet ik gaan kijken naar het knooppunt, en dat is het punt tussen lampje 1 en lampje 2. En dan zie ik dat er 2 ampere stroom in het knooppunt komt. Er gaat een half ampère uit richting lampje 2. Ja, dan moet er dus anderhalf ampère uit richting weerstand 3 gaan. Dus ik weet de stroomsterkte door weerstand 3. Hoe zit het nou, zit het nou met de spanningen? Uh, ik heb hier de spanningen even weergegeven. De lampje 1 gaat 10 volt, de lampje 2 gaat 5 volt. Nou, die kan ik prima in serie zetten met elkaar. Um, maar als er uh, over lampje 2 5 volt staat... Dan weet ik van mijn kennis van parallelschakelingen dat er evenveel spanning staat over de andere tak die parallel staat aan lampje 2 en dat is dus weerstand 3. Dus ik weet nu ook de spanning over weerstand 3, die is 5 volt. Ja, als je de spanning en de stroomsterkte weet, dan kun je R uitrekenen en de grootte van de weerstand blijkt 3,3 ohm te zijn. Het leuke van deze opdracht is dat dit een mogelijke oplossing is. Er is nog minstens één andere mogelijke oplossing. En die ga ik ook eens bekijken, want ik heb net geprobeerd om mijn lampjes in serie van elkaar te zetten. Maar ik kan natuurlijk ook proberen om ze parallel aan elkaar te zetten. En dan heb ik geen probleem met mijn stroomsterkte, want die hoeven niet hetzelfde te zijn in beide takken. Maar ik heb wel een ander probleempje en dat is namelijk de spanningen. Ik kan hier lampje 2 niet rechtstreeks verbinden met de rechterkant. Want um, over lampje 2 staat 5 volt en over lampje 1 staat 10 volt. Dus ik moet... Uh, nog 5 volt extra kwijt in mijn tak van lampje 2. Nu is het natuurlijk makkelijk op te lossen. Uh, en ik neem even het regeltje van uh, parallel uh, schakelingen erbij. Ik heb blijkbaar nog een derde weerstand nodig. En dat is weerstand R3. Zodat die samen met lampje 2 uh, 10 volt aan spanning verbruikt. Dus ik weet al de spanning over R3. Kan ik ook iets zeggen over de stroomsterkte door R3? Die is eigenlijk heel eenvoudig, want weerstandje 3 staat in serie met lampje 2. En wat geldt er in de serieschakeling? Geldt namelijk dat de stroomsterkte altijd gelijk is. Die, die verandert niet. Dus als er een stroom gaat van een half ampère door lampje 2, dan gaat er ook een stroom van een half ampère door weerstand 3. Nu weet ik weer zowel de stroomsterkte als de spanning van weerstand 3. En dan kan ik de weerstandswaarde uitrekenen. En die blijkt in deze situatie 10 ohm te zijn. Extraatje. Ik heb hier dus uh, op twee manieren heb ik beide lampjes laten branden. Maar kan ik ook nog iets zeggen over welk van de twee manieren het, het, het slimst is als ik kijk naar het energieverbruik. Oftewel, welk van beide opties is het meest energiezuinig? Dan is dit optie A, waarbij de lampjes in serie staan, en dit optie B waarbij de lampjes parallel staan. Als ik nu kijk naar situatie A, dan kan ik een kring maken. En dan kan ik bepalen hoeveel stroom die batterij moet geven. Als ik namelijk bij de batterij begin en ik ga door lampje 1, dan moet ik 10 volt afgeven. Als ik daarna door lampje 2 ga, of door de weerstand, moet ik weer 5 volt afgeven. Dus ik kan hieruit afleiden dat de batterij in totaal 15 volt moet geven. Hoe zit het met de, de totaal stroom? Nou, de totaal stroom, als je goed kijkt, die de batterij levert, die gaat ook door lampje 1. En we weten al de stroomsterkte door lampje 1, die is 2 ampère. En dit is dus ook direct de totaalstroom. Nu ga ik eens kijken in uh, situatie B of ik iets kan zeggen over de spanning en de stroom die de batterij levert. Ik zie in situatie B dat uh, de stroom die de batterij levert wordt gesplitst in twee takken. Eentje van 2 ampère en eentje van een half ampère. Hieruit kan ik afleiden dat de totaalstroom 2,5 ampère bedraagt. En uh, voor de spanning hoef ik minder moeite te doen, want uh, de spanning uh, is even groot als de spanning over lampje 1, die is 10 volt. Ga ik kijken naar het begrip energiezuinig, dan wil ik iets weten over het vermogen dat de batterij moet leveren. Het vermogen is uh, U mal I en in het geval van de batterij is dat U totaal mal I totaal. En als ik dat links en rechts doe, in situatie A krijg ik dan 15 mal 2,0 en in situatie B krijg ik 10... Maal 2,5, dan heb ik ook meteen mijn antwoord. Want dan zie ik dat situatie B het meest energiezuinig is. Dus als ik beide lampjes wil laten branden, dan kan ik beter kiezen voor situatie B dan voor situatie A.